Ja, dan zeg ik wel eens, abonneer op mijn kanaal. Want er komen nog zoveel leuke nieuwe dingetjes en weetjes die ik wel weet en jullie niet. En vandaag ga ik er nog weer eentje verklappen, bekendmaken. Kijk, ik spreek best veel ukulele-spelers en ze zijn stuk voor stuk leuk. Maar er zitten ook hele speciale ukulele-spelers tussen. En zo heb ik dus vorig jaar een ukulele-speler leren kennen die ook leerkunstenaar is. En we hebben toen samen deze strap ontwikkeld. Speciaal op de ukulele, niet te breed. Dus niet voor die gitaarbanden die veel te breed zijn voor je ukulele. En ook gewoon waar je altijd van gedroomd hebt, maar waar niet aan te komen is, zeg maar. Dus ik denk dat ik misschien wel 14 verschillende lederen straps heb, zeg maar, in mijn assortiment. Stuk voor stuk kunstwerkjes. Want ja, de details zijn gewoon fantastisch. Maar nu kwam ze dus met een verrassing voor mijn klanten. En dat is, rapapa, een ukulele-tas. Ook weer zo kunstzinnig als die straps waren, verrast ze nu dus met echt een lederen ukulele-tas, die eigenlijk ook multifunctioneel is, want je kunt ook die ukulele eruit halen en iets anders in doen. En je kunt hem zeg maar als rugzak gebruiken. En het is een echte vakidioot, want dit zijn niet zo gewone leren strookjes. Dus er zit ook nog iets magisch in verwerkt dat het echt stevig is en blijft, zeg maar. De gespen zijn ook mooi afgestemd op het leer. Ook weer onder het merk Juke, want dat is mijn eigen merk. En er komt dus nog een leuke verrassing binnenkort. Ik schat in januari komt er dus. Ik ga het nu niet zeggen. Over de tassen dus. Voorvakje voor je stemapparaatje en je capotje. Heb hem dus in het roodachtige leer. Maar ik heb hier ook nog een andere kleur. Die vind ik. Kijk, dat is een beetje donkerbruin. En die tas zelf, het leer is al wel heel soepel. Maar deze is dus bijna 2 keer zo zwaar als die andere. Dat is weer ander leer. Hij is ook heel mooi zacht gevoerd. Dus je kunt er heel veilig je ukulele in opbergen. Dit is dan een tenortas. Er past natuurlijk ook een concert in. En je zou eventueel, als je zegt van ik heb nog iets meer wensen of ik wil een bepaalde kleur, dan kan ik natuurlijk vragen of dat ze dat wil doen. Voor mij doet ze dat wel. Maar dit is dus. Dit zijn dus de ukulele-tassen. Super gaaf gemaakt. Van Juke. En in januari mooi groot nieuws met Juke, wat Juke betreft. Dus ja, toch maar weer abonneren, want dan anders misschien mis je het in januari het grote nieuws wel. Doei, bedankt voor het kijken.